Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een Gmail aanmaakt die je zo direct nodig hebt om je YouTube kanaal op te zetten. Als eerste gaan we naar Gmail. We gaan een account aanmaken. We kiezen in dit geval even een fictieve naam. Henk de Vries. Ongetwijfeld is dit al in gebruik, maar dat zullen we nu zien. Ja, nou dan nemen we dus een van de suggesties. Henk 7278. We kiezen een wachtwoord. We kiezen even een fictieve maand en jaar. En dit is wel belangrijk, want hierbij kun je aangeven, ben ik een man of een vrouw? En als je kiest voor overig, dan maak je eigenlijk gelijk een zakelijk Gmail-account aan. In dit geval kiezen we eerst voor een man. We vullen ons telefoonnummer in. Dat is 47. Uw huidige e-mailadres, die heb ik nog niet. We kiezen even de security code. We scrollen naar beneden. Ik ga kort met de voorwaarden. En dan is eigenlijk nu al direct je Gmail aangemaakt. We gaan door naar Gmail. Bedankt voor het kijken. Mocht je nog steeds een YouTube-vraag hebben of een vraag over je Gmail aanmaken, stel hem hieronder en ik ga jouw vraag direct beantwoorden. En ik hoop jou te zien bij de volgende video die gaat over je YouTube-kanaal opzetten. Bekijk gelijk mijn andere video, deel 2, je persoonlijke YouTube-kanaal aanmaken. Of deel 3, je persoonlijke YouTube-kanaal inrichten. Of deel 4, je persoonlijke YouTube-kanaal optimaliseren.